Ik dacht echt dat ik 100 keer dood ging. Goedemiddag. We gaan nu weer onderweg naar de winkel om wat boodschappen te doen voor vanavond. Ik heb de afgelopen vandaag en gisteren niet zoveel gevlogd, want we hebben wat schooldingen gedaan. Wat niet zo heel bijzonder was. Dus ik heb niet zoveel gevlogd. Maar we gaan nu een boodschappen doen voor vanavond, wat drank. Dus we gaan kijken wat de Sirius allemaal heeft. Wij stappen zo op de parking. Hele goede morgen. Ik moet even een beetje haasten, want ik ga zo richting Melanie. We hebben voor dit weekend een auto gehuurd, dat erg leuk is. Want dan kan je gewoon veel makkelijker overkomen. Ik heb de afgelopen dagen niet zo heel veel gevlogen, omdat er gewoon niet heel boeiend is gebeurd. Ben soms nog af en toe best wel moe, dus dan wil ik gewoon vroeg slapen. Eergisteren zijn we wel voor het eerst uit geweest hier, wat echt hilarisch was. We zijn echt met zo'n partybus geweest en de mensen die uit Groningen komen of wel eens in Groningen uitgaan, Kokomo. Ja, zo is het uitgaan een beetje hier. Verder heb ik me net ingeschreven voor mijn lessen die ik nog kan gaan doen. Dus ik ga misschien art doen, English, literature en marketing. Dat moet ik ook nog even bekijken. Want je kan je gewoon inschrijven, aanmelden en dan kijken of je die vak ook daadwerkelijk wil gaan doen. Nou, na een hele boeiende rijd met het openbaar vervoer zijn we nou bijna bij de autoverhuur. En Melanie gaat voor het eerst automaat rijden. We gaan Bea dan ophalen en dan, we hebben alle drie nog nooit in Amerika gereden, dus dat wordt echt heel bijzonder. Oké, deze hadden we dus eerst geboekt, maar dat is echt, dit is wel iets chiller denk ik hoor, voor $20 extra. Je kan hem even inkijken. Oh my god. Voor de komende dagen. Hoe vond je het? Ja, wel chill. Eerste autotocht hebben we achter de rug. Ga nou B even ophalen en dan even rondtoeren. We hebben het gehaald. Melanie heeft heel goed gereden. En we zijn nu weer Imperial Beach. En je ruikt gewoon al dat je lekker bij zee bent. Oh, heerlijk. Nou, we zijn net leuk uit geweest. Ik zal even jouw lampje ook aandoen. Maakt het niet veel beter. En ten eerste dansen de Amerikanen niet, wat al heel bijzonder is. Maar de muziek was wel heel chill. De muziek was heel chill en het was ook echt een hele leuke tent. Alleen, toen begon opeens een meisje heel erg kut te doen. Echt te bitchen gewoon. Toen was ik er wel een beetje klaar mee en ik ben vanavond ook de Bob, dus dan is het sowieso iets minder chill. En willen wij de auto ophalen, is de auto weg. Dus ik heb een andere auto nog geprobeerd. Ik denk, we hebben hem sowieso hier echt neergezet. En toen bleek hij dus getoten te zijn. En ik heb echt dat ding gewoon vol mijn smoel.
Maar goed, we gaan nu weer rijden. En $178 armer. Maar nu kunnen we in ieder geval weer weg. Het is beter dan $350 als hij bij die garage True. Wordt. Dus het kan altijd erger. Nu nog veilig hier de weg oversteken, want we rijden hier behoorlijk wat auto's nogal hard. Oké, ja, ik weet hier ook. Nou, we zijn halverwege of zo. En ja, het is echt heel zwaar. Het is super stijl. Ik kan ook wel zien dat we echt al heel hoog zijn. Het is gewoon zo'n pleuris. En al die Amerikanen maar lekker lachen. En we zijn zo gezond bezig. Maar het is echt zwaar. Vooral voor iemand die nooit sport. Ja, het voelt echt alsof ik een heel pakje sigaretten net heb opgerookt. En lekker de bulten moet. Dus ja, Nederland op de hei is er niks bij. Ja, een helftentocht. Ik dacht echt dat ik 100 keer dood ging. Zijn we nu in ieder geval wel bovenaan die berg gekomen. Alleen potato chip is er nog niet. Alleen het uitzicht is zo mooi. Drukte bij potato chip. We gaan niet in de rij staan. Whenever there's a lot of people, he's like, yeah.